kijkers en luisteraars en welkom bij een gloednieuwe aflevering van TBN Yipide, het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Dankzij de donaties kunnen wij blijven helpen. We zijn er allemaal in zeer uitdagende tijden, zeer onrustige, moeilijke tijden in Suriname, maar door elkaar te ondersteunen kunnen wij dus elkaar helpen. En zo bedank ik dan ook alle donateurs die Stichting Yipide ondersteunen om zo dan anderen die in nood zijn te helpen en te ondersteunen. Zo bedanken wij Aniel en Anita Rampersad Dasasing uit Nederland Eindhoven. En dan hebben we verder Anisha, Shiva en Chandani. En zij hebben gedoneerd omdat zoon Shiva Rampersad op 18 februari 19 jaar is geworden. En zij hebben er dan levensmiddelenpakketten gedoneerd. Wij feliciteren Shiva Rampersad, wensen hem heel veel geluk, heel veel gezondheid, maar ook heel veel goeds in het leven. En dat hij dan zo door mag gaan door anderen te blijven gedenken, door anderen te blijven helpen in het leven. Nogmaals, Shiva Rampersad, gefeliciteerd. Wij bedanken verder Suris en Usha uit Soetermeer, Nederland. Zij hebben een aantal zakken rijst gedoneerd en enveloppes met inhoud. Nogmaals, Suris en Usha uit Soetermeer, Nederland, onze hartgrondige dank aan jullie. Wij bedanken verder marktmeester Gautam Danai voor zijn groentepakketten. Wij bedanken hem voor de ondersteuning aan Stichting Yipide. We bedanken een anonieme donateur die pakken chow mein heeft gedoneerd en daarmee hebben wij dan ook een aantal gezinnen blij kunnen maken. Wij bedanken alle overige donateurs die geld, financiën hebben gedoneerd in enveloppes en daarmee hebben we dan ook een aantal gezinnen kunnen helpen en ondersteunen. Nogmaals, donateurs, van harte bedankt. Heel veel kijkplezier. Wij doneren ook aan mevrouw Ramseren. En mevrouw Ramseren die krijgt er een zak rijst van Suris en Usha uit Soetermeer, Nederland. Suris en Usha uit Soetermeer, Nederland. En ook nog een enveloppe van Suris en Usha met 650 SRD, alstublieft. En Shiva Rampersad, die is er jarig, 19 jaar. En Shiva Rampersad, die woont er in Eindhoven, Nederland. En Shiva Rampersad, Larkabhal, 19 jaar, Soetermeer, Nederland. Abgatpathuis, ik levensmiddelenpakket. En ik envelop hier, hoe heet mevrouw Sukrawati, Ramlal Ram Sanjal. Kinderen en kleinkinderen uit Suriname en Nederland. O Palwar Sukrawati, Ramlal Ramsanjal, op gaat het huis, ik envelop, alsjeblieft. Kusma te bole, donateurske? Sabke bohut bedank hai ga. Asanke hum logke sabke ke sewa karal kare. Hamar aashirwaad sabke lag jave. Ja, mevrouw Rampersad, laat van Ramseren. Ja, mevrouw Ramseren, laat van harte bedanken. En ze geeft er ook aan dat zij haar zegeningen uitbrengt aan deze mensen en dat dat ook allemaal op hun mag rusten. En nogmaals, zij brengt haar dank uit aan de donateurs. We zijn er ook bij de heer Sanjay. En Sanjay die is er pas ontslagen uit het ziekenhuis. Maar hij zal zelf vertellen wat er met hem is gebeurd. Kun je bij Raha? Wat hij zegt is dat hij gewoon is neergevallen. En hij heeft er 3 weken gelegen in het ziekenhuis. Verschillende onderzoekingen bij hem gedaan. Maar de dokter kan niets vinden. En wat hij zegt is dat hij gewoon erge pijn heeft. En tintelingen. En nu, zoals u hem ziet, heeft hij een baddoek om zijn middel gebonden.
Maar hij is er ook aan de pampers, omdat hij nu helemaal niet meer kan lopen. Dat is wel toch jammer om te zien dat een jonge heer als hem nu onder deze omstandigheden moet leven. Maar dat is soms ziekte. En hij zei, als er iemand was die misschien een medicijn kende of een middel kende dat hem kon helpen, kunt je het in Pirwa of Junjunia het in? Junjunia of Pirwa het in. Ik heb het gegeven, maar ik heb het gegeven. Ja, hij geeft er steeds aan dat hij er een recept hier heeft. Ja, dat ziet u hier van de Stichting Staatsziekenfonds. Ik zie hier omeprazol, dat is dan maagtablet. En er is dan nog een ander tablet of een ander medicijn dat hier voor hem staat geschreven. En hij moet er 900 SAD neertellen, geld in feite, dat hij niet heeft. Maar ik zie dat hij hier een schrijver heeft van de staatsziekenfonds. En dat is dan gewoon medische gegevens van de patiënt. Ja, oké. Okay. Ja, dit is dan van staatsziekenfonds en dit is dan zijn recept. Als er mensen zijn die dus dan meneer Sanjay kan helpen met advies of met medicijnen om van de pijn en van de tintelingen af te komen, kunnen dan gerust contact opnemen met Stichting Yipidem. We hebben er van Shiva Rampersat, hij is 19 jaar geworden, een levensmiddelenpakket. En van marktmeester Gautam Dhanai hebben we zijn welbekende groentepakket. En van een anonieme donateur een pak chow mein bami. Van een vader en zoon, ja, vader en zoon, krijgt hij 1000 SRD. En van Sukrawati, Ramlal, Ram Sanjal, de kinderen en kleinkinderen, Suriname, Nederland. Ja, Sukrawati, Ramlal, Ram Sanjal, de kinderen en kleinkinderen uit Suriname en Nederland. Ik envelop bij Sanjay. Kus maar te bolle doen, natuurlijk. Dan wel, bij. Dat kon je bolle. Dan wat sap ke dila bhai tora bhi jo nai tak le yaar jitne bhai ye pi denge group sap ke ek bhai ke na bhi bola rahega aur atar de ke mujhe na le pa na le pa bhai sab ke kuch na chal pa to na chal am ki ho ye pi hama khat mil jat koi bhai bahut dhanyawad tarat sachche mensen is het jammer, we zijn er wel eens vaker hier geweest. We hebben gewezen de omstandigheden ook waaronder hij samen met een zieke zus ook hier in het huis woont. En dankzij wat hulp heeft hij toen de zinkplaten kunnen verwisselen. Het ging een tijdje goed met hem, maar u ziet het, dit kan soms ziekte zijn. En op dit moment is hij dan goed ziek. Vandaar dat we dan ook een ernstige oproep doen van hieruit naar een ieder die kijkt om in deze periode, ik begrijp het, een zeer onrustige situatie nu in Suriname. Mensen overwegen heel veel, kijken eerst naar hun eigen omgeving, maar voor alle anderen die het kunnen missen, we weten het zijn moeilijke tijden, onrustige tijden in Suriname, maar zijn situatie laat het op dit moment niet toe. Dus als u hem kunt helpen op deze periode, alles is welkom, van levensmiddelen tot pampers, tot noem maar op. Neemt u alsjeblieft contact op met Stichting Yipide, zodat we meneer Sanjay en ook zijn zieke zus, zoals u dat ziet, kunnen we ondersteunen in deze periode, totdat hij er weer helemaal beter wordt en weer dan op zijn benen kan staan. Voor dit moment wens ik hem heel veel beterschaps toe. U ziet de tranen. We wensen hem heel veel beterschaps toe. En we bedanken ook de donateurs voor de donaties. We zijn er ook bij de alleenstaande, alleenwonende mevrouw Bidyawati Mohan, die net aan het genezen is. Ze zegt dat ze behoorlijk ziek is geweest. En zij krijgt er dan een van de pakketten van de 19-jarige Shiva Rampersat. Shiva is jarig en heeft er gemeend om aantal personen, aantal gezinnen blij te maken. En zo doneert hij dan ook voor mevrouw Mohan. En hij is er uit Eindhoven, Nederland. Welbekende groentepakket van marktmeester Gautam Dhanai. En dan hebben we er een enveloppe
van mevrouw Sukrawati Ramlal Ramsanjal, de kinderen en kleinkinderen uit Suriname en Nederland. Sukrawati Ramlal Ramsanjal, kinderen, kleinkinderen, Suriname, Nederland. Arik Baap Arbita, mevrouw Mohan Bidiawati, ik envelop het huis. Kusmate Bole, je souda terkari paisa het huis. Acham kaname? Shiva, Shiva he, or meneer Mark Meester Gautam Dhanai. Acha, meneer Shiva na? Ja. Oh, mevrouw? Ar mevrouw Sukrawati. Sukrawati. Acha, maar aapke bada dhanbaad hai ga, aisa aisa, aisa kirpa kariyo. Acha, acha, meneer acha, oké. Mevrouw Matura, die houdt er heel veel van Bami, want eeuwig praat ze er over Bami. En een anonieme donateur, die heeft er gemeend om Bami en wat andere basisbehoeften, andere levensmiddelen voor haar te sturen. Dus pakket daar, wat u ziet, dat komt van een anonieme donateur. En groente komt van marktmeester Gautam Dhanai. Mevrouw Sukrawati Ramlal Ramsanjal. De kinderen, kleinkinderen uit Suriname en Nederland, ter ere van Sukrawati Ramlal Ramsanjal, ik envelop. En een vader en zoon, ja, een vader en zoon, die heeft er ook voor mevrouw Matura een envelop gestuurd. Kusmate Bole, mevrouw Matura, je hebt het huis door gehad, Bami, pakket, tarkari, paisa. En dat tante, en wat bruti bati, en dat u maakt in het na. Karkari er is na 14 patel, apaisa bood briti bati tante. Nam tanit nam o firi karila maya pirae. Natu auratia maral chuchilata. Beta wat. Ze laat bedanken, maar geeft er ook aan zich niet helemaal lekker te voelen. Omdat er een persoon is in de weg bij haar die is overleden. En ze denkt aan de persoon waardoor zij zich niet helemaal lekker voelt. Maar nogmaals, zij laat de anonieme donateur voor pakket, maar ook de groenten, maar ook het geld. Daarvoor laat ze allemaal van harte bedanken. Wij zijn er ook bij mevrouw Mathilda. En mevrouw Mathilda die is er alleen staand en alleen wonend. En wij doneren dan ook aan haar een van de levensmiddelenpakketten van de jarige Shiva Rampersat uit Eindhoven, Nederland. Shiva die is er 19 jaar geworden en heeft in dat kader samen met zijn ouders en zussen gemeend om wat gezinnen in Suriname te gedenken. En zo hebben wij dan gedacht aan mevrouw Mathilda. Zo krijgt ze er dan een levensmiddelenpakket van Shiva Rampersat. En ze krijgt er ook een zak rijst van Sures en Usha uit Soetermeer, Nederland. Maar daar is er niet alleen een zak rijst, maar daar behoort er ook een enveloppe toe. En dat geven we dan ook aan mevrouw Mathilda. En ze krijgt er van Sukrawati Ramlal Ramsanjal, de kinderen en kleinkinderen uit Suriname en Nederland. Sukrawati Ramlal Ramsanjal, kinderen en kleinkinderen uit Suriname en Nederland. Ik envelop. Mevrouw Mathilda, kusmate bole, donateurske. Bhai, bari dhanbaad hai turukke, ki ham itna bimar bhi baati, turuk rai ki dele baate. Is jabe datratra ham bhi ham. Aur chau raha, sab chich raha. Likhi hamne nikah kari, uprasi kari, kunchi kari, ham na jani labbe. Nekha maat ke phin bolai sai ga. Mevrouw Mathilda laat bedanken, maar daaraan geeft ze ook toe dat ze ziek is. Ze moet er geopereerd worden. Ze moet er geopereerd worden en daarvoor moet ze naar de dokter. Ze is daarom heel dankbaar voor de donatie die ze heeft gehad, maar ook voor de financiën, want dit kan ze dan gebruiken om naar de dokter te gaan. Nogmaals donateurs, van harte bedankt voor uw donatie aan deze bejaarde mevrouw Mathilda.
Wij doneren ook aan mevrouw Anita en dat is dan een levensmiddelenpakket van Anil en Anita Rampersat Dasa Singh, Anisha, Shiva en Chandani, Eindhoven, Nederland. En zij doneren in verband met de verjaardag van zoon Shiva Rampersat. Op 18 februari is hij 19 jaar geworden. Nogmaals, namens Anil en Anita Rampersat Dasa Singh, Anisha, Shiva en Chandani. En zoon Shiva Rampersat is op 18 februari 19 jaar geworden. En het is een gezin van Eindhoven, Nederland. En zij hebben dan gedoneerd, dat ziet u allemaal hier. Dat is dan een levensmiddelenpakket. En verder is er een zak rijst van Sures en Usha uit Soetermeer, Nederland. En naast een zak rijst van 10 kilo doneren ze ook een enveloppe met 1000 SRD. Sures en Usha, Soetermeer, Nederland, alsjeblieft, mevrouw Anita. En u krijgt er van familie Sukrawati, Ramlal, Ramsanjal, de kinderen en kleinkinderen, Suriname en Nederland. Sukrawati, Ramlal, Ramsanjal, kinderen en kleinkinderen, Suriname en Nederland, een enveloppe. Wil u wat zeggen aan de donateurs? Kan ik een ceremonie kennen, want die keer van me is. En dat is zo goed. Ik zeg iedereen bedankt ik en laat alle gaan ze dingen zegen geven en wat hun wens is gaan ze door Allah krijgen. En meneer Grijs, dank u wel ook dat je zo ver kwam. En ik, ja, hij is Sunni. Oh, meneer Sunni ook, dank je wel dat jullie zo ver zijn gekomen aan mij te hopen, want kijk hoe is nu Suriname gebeurd. Ja. Ik had het op tv gezien. Mm-hmm. Ja, een beetje moeilijk nu, maar goed, als u niet zomaar over straat moet, moet men gewoon thuis blijven en bidden dat we allemaal weer naar rust gaan in die samenleving. Nogmaals, donateurs, dank u wel, want dankzij uw donatie hebben wij dan ook mevrouw Anita en we hebben aan mevrouw Anita gegeven, omdat het hier gaat om een zieke mevrouw en alles dat dus gedoneerd is, is welkom. Dank u wel dus nogmaals, donateurs. En Anil en Anita Rampersat Dasa Singh, Anisha, Shiva en Chandani uit Eindhoven, Nederland, die doneren ook aan Anjali. Anjali, u krijgt een levensmiddelenpakket van Anil en Anita Rampersat Dasa Singh, Anisha, Shiva en Chandani, omdat zoon Shiva Rampersat op 18 februari 19 jaar is geworden, heeft hij dus wat levensmiddelen of een levensmiddelenpakket voor jou gestuurd. Van de heer Sures en mevrouw Usha uit Soetermeer, Nederland, krijg je een enveloppe en een zak rijst van 10 kilo, alsjeblieft. Ja? En van Sukrawati, Ramlal, Ramsanjal, kinderen en kleinkinderen uit Suriname en Nederland. Ja, Sukrawati, Ramlal, Ramsanjal, kinderen en kleinkinderen Suriname en Nederland. Krijg je ook een enveloppe, alsjeblieft. Wilde je wat zeggen aan alle donateurs? Ja, meneer Ganesh. En ieder die wat heeft gestuurd. En die zoon die jarig is, vaart gefeliciteerd alsnog. En God zegen je en nog heel veel geluk en gezegende en wijsheid in het leven. Geluk in het leven. En ja, ga zo door. Wat je dan, wat je dan hoe je bezig bent. En de overige mensen in Suriname en Nederland die wat hebben meegestuurd, dank u wel voor uw gesten. En ik zal er goed gebruik van maken. Ja, het is verschrikkelijk wat hier is gebeurd in Suriname. Die mensen die daar zijn, die naar kijken en luisteren. Ja, het is verschrikkelijk wat hier gebeurt, maar laten we hopen dat alles weer normaal is. En dat we weer in vrede mogen leven weer. Dankjewel, Anjali. Dankjewel. Wij doneren ook aan de weduwe, mevrouw Sabayo. Alleenstaand,
Ze heeft er kort geleden, in december, heeft ze haar echtgenoot verloren. En nu is ze er dus alleen. En wij geven er dan ook een van de pakketten, levensmiddelenpakketten, van de 19-jarige Shiva Rampersat. Hij is er jarig geweest, oma. Shiva Rampersat uit Nederland, in Verjari. Als je nou een pakket geeft met levensmiddelen, groente voor marktmeester Gautam Dhanai, dan gaan we voor een donateur. Je kiest een pakketje, meneer. Ja, Mickey Bore, de Yaming. Voor mevrouw Sukrawati Ramlal Ramsanjal, kinderen en kleinkinderen uit Suriname en Nederland. Sukrawati Ramlal Ramsanjal, kinderen en kleinkinderen uit Suriname en Nederland. Je kiest een enveloppe, alstublieft. En voor een vader en zoon, ja, een vader en zoon, krijgt u ook een envelop, alstublieft. Je bent wat tegen de donateur, van Sani? Ja, ja. Maar dit dankbaar voor ons, Jeremy. Luko, ons zijn nu aan het zien, Sani. Mijn breedte, mijn prakserie, mijn kamerwande, ja. En Luko, voor een boom, mijn prakserie, mijn kamerwande. Me wande, me wande. Soms me vrede. Ja, me begrijp. Me begrijp je wande, dat je vrede. Maar ja, dat doe je. Ja. Me begi, me begi, me takao. Papa, me libino de ne mi ano, de ne yo ano. Yo sabres de. E me begi gi yutu, me tak. Te amandis leche wala kas gi mi anchanani. Blessi enjere. We spelen ik go, je zag geen krachtige zon, je zag geen wijsheid, ja, als er wat kaboom, je zag op een verstaan, ik kan wel boel liefst, en deze moet ik zich aan zijn zijn in die me, ik had dus een blessing, als ik de krachtige, deze gomoro fara, mijn familie is mij wande. Soms messari, ma meno mando noti, meno mando noti, ja. Is goed, oma, dank u wel. Let op jezelf. Je tak in een vier zo boem, beterschap hier, hè? Oké, dank u wel. Wij doneren ook aan mevrouw Mina. Mevrouw Mina, u zo'n pakket, hè? Uw pakket met huis, Larka Shiva Rampersat, 19 jaar heb je Larka, er is Eindhoven, Nederland mee. Haar palwaar Rampersat, op gaat met huis, ik levensmiddelenpakket. John Tarkari he, op het huis, bij Gautam Dhanai, Barka Bajarke. Haar op het huis, gewoon een donateur, Chowmin, Bami, Belike Manaike Khalio. Ik baap arbeta, vader en zoon. Ik envelop doneer kareba. In mijn heer 1000 SAD, alstublieft. En de heer Rinesh en Warsha. Ja, Rinesh en Warsha. Op gaat ik envelop doneer kareba. Kusma te bole, donateurs. Ha, je hem aan het patheilen, bhai. Ook al gaat in boot en baat. En mooi ze wehiga. Hij bewis me hem pijla pakket. En kutje wehiga, dan hem. बताई सकेला हम एगो आके ओपेल भाई ला भाई तो ई वाला दवाई दावे हमार लइकन दावे है अब अन सेस मार्ट के हम के फिन जाई के है ओके मीना फर्टेल्ट सोविसो ब्रिंग सो हर डंक आउट मार ze geeft er aan dat ze een oog heeft laten opereren en op 6 maart moet ze dan weer voor controle naar de dokter. We wensen haar heel veel beterschap toe en zoals ik het al zei, ze brengt haar dank uit naar al de donateurs van wie ze dan wat ook heeft mogen ontvangen. Dat zegt dan mevrouw Mina. En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van TBN Yepide. Het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Wenst u in contact te treden met Stichting Yepide om te doneren of voor allerhande informatie? Dan kunt u bellen op de volgende telefoonnummers. 857-3x47, 857-3x47. Of 87 4 keer 9 3
4x9 3, of u belt op het kantoornummer 43 99 23 43 99 23, of u loopt er persoonlijk langs aan de Kokobiakoweg nummer 48. Wilt u het nog makkelijker hebben? Nou, dan hebben wij de bankrekeningnummers bij de Hagerinbank in Suriname. En dat is er dan een euro, een SRD en een US dollar bankrekeningnummer dat u onderaan in beeld hebt. En via deze bankrekeningnummers kunt u dan ook doneren. En u geeft eraan voor wie het allemaal bestemd is. Voor zij die daarvan reeds gebruik maken, onze hartgrondige dank. Nogmaals bedanken wij Anil en Anita Ramprasad Dasasingh, Anisha Shiva Chamdani uit Eindhoven, Nederland, omdat zoon Shiva Ramprasad op 18 februari 19 jaartjes jong is geworden. Wij bedanken Suresh en Usha uit Soetermeer, Nederland voor hun reis en enveloppes. Wij bedanken marktmeester Gautam Dhanai voor de groentepakketten. Wij bedanken de anonieme donateur voor zijn chowmin. Wij bedanken de anonieme donateur nogmaals, zoals ik het al zei. En we bedanken ook nog alle overige donateurs die geld en in enveloppes hebben gedoneerd. Dank u wel voor uw donatie. Wij bedanken cameraman Raj Mahangu, Zuni Rambali voor de editing, de dames Supraya Arti Rishma van de administratie, de heer Kenneth Kewish en Marijke Rambali voor hun ondersteuning aan Stichting Yepide. Ik ben Ganesh Vijay en zeg graag tot de volgende keer.